Hallo, mijn kijkers, ik sta in de Brusselse Poort en je ziet het, daar zijn we weer gaan uit. Zijn we van 2 tot 28 september, de Scan en Win actie. Als je erin gaat winkelen en je besteedt 10 euro, dan krijg je een ticket. Dan kun je meteen naar de machine gaan, even scannen, heb je het. Heb je het gewonnen? Of misschien niet, maar meestal wel. Wat is los bestreken, wat is los met de Scan en Win actie. Tot 28 september, hey, in het winkelcentrum de Brusselse Poort. Ja, mevrouw Grub, je hebt gewonnen. Even kijken. Gefeliciteerd. U heeft een prijs bij Laporte gewonnen. Een kinderijsje. Oh, kan ik met mijn kleindochter naar toe gaan? Heb je dit pakket? Heb je nog meer bonnen? Ja, nog één. Maar dan komen we nog één kijken. Goed, dan, ja. Die heb ik al binnen. Hè? Krijg je misschien nog iets voor mezelf? Ja, ik ben nodig. Even kijken. Heb ik hem goed? Ja, nu heb ik geen prijs gewonnen, helaas. Nee. Maar in ieder geval een iske. Vind je dat fijn, dat scannen met actie? Ja, dat is precies een keer toch gedaan. Dus nu gaat je dikker en gaat kopen om je te winnen? Misschien. Misschien wel. Nou, heel veel plezier met de kinderijsken, hè. Dank je wel. Ja, dat is ook een bunnetje. Ja, ja, kom, gewoon even kijken wat ze gewoon hebben, hè. Ja. Ja, zo. Dat groeit. Je hebt niks gewonnen. Nee. Nou, volgende keer beter, hè. Ja. Ja, niet meer dat niet. Van het Rommeldoeken natuurlijk, hè. Dat klopt. Ook van het winkeliersvereniging, om het zo maar te zeggen, hè. Ja, je hebt weer een leuke win-scan-actie, hey, in de Brusselse Poort. Ja, dat klopt. De scan-win-actie. Van 2 tot en met 28 september hebben we de scan-win-actie in de Brusselse Poort. Kunnen de lui leuke prijsjes winnen, leuke hoofdprijzen, leuke kleine prijsjes. Dus ik zou zeggen, kom naar de Brusselse Poort voor de laatste week. Volgende week gaat de laatste week in. En dan wellicht heb je nog kans op een leuk prijsje. Ja, wie krijgt er zo'n ticket? Dat is een heel goede vraag. De gast naar welke winkel dan ook in het centrum. De cups voor minimaal 10 euro. En bij iedere kassentransactie van 10 euro of meer krijg je een keertje. Zoals de luisters ook hebben gezien. En dan kun je komen scannen. Ja, dat zeg ik zowel in het centrum, maar ik bedoel gewoon het winkelcentrum. In het winkelcentrum, hè? Natuurlijk. Je de stad gewoon en dan... Ja, we stonden niet voor niks in de Brusselse Jeffrey. Ja, super. Ja, wat gaat hier de kikkers zeggen? En ja, ik zou zeggen, wat ik zoals al zei, kom allemaal naar winkelcentrum De Brusselse Poort voor groot en klein geluk. We denken na over het Maastricht van 2040. Samen met jou willen we daarom graag dieper ingaan op een aantal belangrijke thema's. Denk mee en vul online een korte vragenlijst in.